Namaste, welkom. Hoe gaat het met je? Wat fijn dat ik jou langs deze weg mag en kan ontmoeten. Dank je voor je bereidheid om wat van je kostbare tijd met mij te delen. Zoals je wellicht reeds weet, of wanneer het de eerste keer is dat je op dit kanaal terechtkomt, stel ik me open voor het lezen van energie via gebeurtenissen, via boodschappen, via orakelkaartjes. Dit vraagt, naast een openheid, ook de bereidheid om me te laten leiden door datgene wat op mijn levenspad komt. Wat ik met jou wil delen, is een pad van ontdekken, voor jezelf gaan voelen, gaan zien, gaan horen, gaan ervaren. Alles is verwant met elkaar en maakt deel uit van een groot geheel. Al onze ervaringen en alle gebeurtenissen zijn puzzelstukjes. Wanneer we aandachtig kijken, wat tijd investeren, kunnen we zien dat terwijl we de tocht van ons leven verder zetten, steeds meer puzzelstukjes op hun plaats komen te vallen, wat ons een steeds beter overzicht geeft van het uiteindelijke grote geheel of gebeuren. Gaandeweg kan ons leven niet enkel meer vorm krijgen, maar ook toenemen in helderheid en duidelijkheid. Steeds meer kunnen we verbanden ontdekken en zien, waardoor ons leven ons echt kan boeien en fascineren. Het is altijd opnieuw even zoeken naar het vinden van de juiste plaats van een gegeven puzzelstukje. Eens we het gevonden hebben, laat het steeds meer zien. De klok naast me gaf zojuist het digitale cijfer 10-10 weer. Ook dit gebeurt niet zomaar. Het is een teken, een signaal. Als we even de betekenis opsnorren van deze getallencombinatie, dan krijgen we te lezen uit het boek van Doreen Virtue, Getallen van de Engelen, Goddelijke leiding van Spirit en de Engelen, vragen je jouw gedachten te veranderen. Vraag om hulp van de Engelen, om je gedachten te ondersteunen in deze overgangsfase in je leven. Nieuwe plannen komen eraan. Laten we dit even in ons achterhoofd houden. Onze gedachten veranderen. Overgangsfase. Nieuwe plannen. Onze gedachten veranderen kan ons brengen bij de gegangene uit de tarot. We kunnen gevraagd worden om even vanuit een andere invalshoek, een ander perspectief, naar ons leven te kijken. Dit kan leiden tot verandering van onze huidige zien of denkwijze over gebeurtenissen. Anders kijken, anders denken over een situatie. Het kan ons helpen zien dat we ons op dit moment in een overgangsfase bevinden, een doorgangspassage. We kunnen reeds de trilling of frequentie van verandering waarnemen, dat dit met zich meebrengt. We verlaten iets om binnen te stappen in iets anders. Nu, op ons huidige moment, bevinden we ons in een tussenfase. We kunnen het vergelijken met de Exodus, een drie-stappenplan, het verlaten van een oud systeem wat niet meer werkt. Afscheid nemen, vaarwel zeggen en in beweging komen is noodzakelijk. Het vertolkt zich in een loslaten, achter zich laten, om een sprong te maken in het onbekende. De tussenfase kunnen we vergelijken met de doortocht door de Rode Zee. Een overweldigend, ingrijpend gebeuren, waarna we met ons allen terechtkomen in een uitgestrekt, eindeloos lijkend woestijngebied, met zijn weinige mogelijkheden, al zijn beperkingen en grote verveling door gebrek aan vooruitzicht. Dit is niet ons eindstation. Het is slechts een overstap,
een spoorwisseling. Voor het bereiken van het beloofde land dienen we onze bestemming voor ogen te houden en bereid zijn om verandering toe te staan en ons te laten leiden, te doen wat nodig is. Kijken we even op de wegenkaart. Zien we de nieuwe plannen, het goddelijke plan? Vaak stemt dit niet overeen met wat wij denken dat het zal zijn. Zijn wij bereid om ons hieraan toe te vertrouwen? Zijn wij bereid ons eigen willen op te geven en ons over te geven aan Gods bedoeling met ons leven? We kunnen ons de vraag stellen: wat is de bedoeling van God met ons leven? Wat houdt de bestemming, het beloofde land, in? Dit, lieve mensen, is onze grote levenspuzzel. Gaandeweg wordt het duidelijker. Terwijl we het leven van elke dag leven, krijgt het meer en meer vorm. Voor de aanvang van een nieuw jaar kijk ik graag naar wat de energie van het komende jaar voor ons in petto heeft. Dit voelt als kleine puzzelstukjes, ons aangereikt, om onze levenspuzzel te kunnen maken. Een van de verschillende puzzelstukjes die naar voren kwam was de hand van God. Als we met andere ogen kijken naar gebeurtenissen, naar ons leven of om ons heen kijken, kunnen we wel eens een totaal andere dimensie op het spoor komen. Denken we maar even terug aan de tijd van Kronos en de tijd van Kairos. We kunnen de woorden de hand van God lezen, horen, zonder er veel bij na te denken of even bij stil te staan. Maar wat als we even deze woorden tot ons laten spreken? Wat als we bereid zijn om te luisteren, onszelf openstellen voor de wonderlijke openbarende kracht die in deze woorden schuilt? Wat als we even zien naar de symboliek van deze uitspraak, naar de daadwerkelijke betekenis hiervan? Dit kunnen we beschouwen als het zoeken naar de juiste plaats van ons aangereikt puzzelstukje. Het kan best even tijd vragen. Misschien horen eerst andere puzzelstukjes hun plaats te vinden, vooraleer dit puzzelstukje zijn juiste plaats kan innemen. Ons zoeken, de tijd die we investeren, kan ertoe bijdragen dat iets van het mysterie voelbaar, zichtbaar, hoorbaar wordt. Het kan ons helpen om in ons leven van elke dag iets van het goddelijke te ervaren. Laten we daarom een aanvang nemen om te kijken naar onze eigen handen. Met onze handen kunnen we allerlei dingen doen. We kunnen koken, planten, schrijven. We kunnen onze woorden kracht bijzetten door allerlei gebaren. We kunnen iemand de hand reiken, iemands hand vasthouden. We kunnen iemand aanraken, strelen, helpen. We kunnen ze samenbrengen voor een groet, het gooien van een kusje, of vouwen om te bidden, of bijeenbrengen als een smekend gebaar. Ontzettend veel doen onze handen. Ze zijn haast nooit stil, altijd druk in de weer. Ze kunnen een teken zijn om iemand op afstand te houden, of een teken om iemand te verwelkomen. Onze handen kunnen zich ballen tot een vuist en uiting zijn van onze woede, of een liefdevolle, open en positieve uitnodiging zijn, of iets of iemand op afstand houden en beschermend zijn. Onze handen kunnen geven en nemen, opbouwen en afbreken, helen en vernietigen. Handen zijn alomtegenwoordig, ook in andere culturen en godsdiensten. Uit de vele handafdrukken, terug te vinden in grotafschilderingen,
kunnen we het belang van handen afleiden. Denken we aan de Boeddha's en het Hindoeïsme en de verschillende betekenissen die de houding van hun handen hebben. Misschien kennen jullie ook het handje van Fatima of Ramsar-hand. Bij welke traditie het symbool van bescherming, geluk, goedheid, overvloed, vruchtbaarheid, een goede gezondheid, vriendschap en vrede precies thuishoort, blijkt een raadsel te zijn. Voor de ene verwijst het naar Fatima, de dochter van de profeet Mohammed in de islam. Voor anderen verwijst het naar de hand van Mirjam, de Joodse profetes. En sommigen zien het als symbool van Maria, de moeder van Jezus. Binnen het boeddhisme en hindoeïsme verwijst het naar de energiestroom binnen de chakras en naar onze vijf zintuigen en mudras, een zegel of gebaar, een symbolische houding van de hand. Het kan eveneens verwijzen naar moederlijke energie en haar zorg. Een open hand geeft niets te verbergen en kan oprechte steun en trouw weerspiegelen, als ook geweldloosheid. Een opgestoken hand kan symbool zijn om iets een halt toe te roepen, te laten stoppen. Het wordt ook beschouwd als bescherming tegen kwaad, alles wat uit een boze is en alles wat negatief voelt. Hierdoor creëert het uiteindelijk een plek voor het goede. Denken we ook maar even aan de tarotkaarten, de aas van wanden, de aas van bekers, de aas van munten, de aas van zwaarden. Op alle vier de azen is de hand van God te zien, als een wonderlijke, zegenende en overvloedige tussenkomst en tegemoetkoming. Deze hand van God zien we ook terugkeren op de tarotkaart Vier van Bekers. Ook hier komt Gods hand als teken van een mooie onverwachte oplossing, als iets onverwachts wat we niet zien aankomen. Het betekent een goddelijk ingrijpen dat vorm krijgt in een doorbraak, een nieuwe start, het begin van een nieuwe levensfase of een nieuwe weg dat voor ons open ligt. Er is ook een onlosmakelijke verbinding met de hand van God en de religieuze geboden. Iets om te onthouden, waar we later nog even op terugkomen. Het woordje Hamsa betekent letterlijk vijf, die zowel voor de moslims als voor de joden een sterke inhoudelijke betekenis geeft. In de hand zien moslims verwantschap met vijf belangrijke zuilen van hun religie, namelijk belijdenis, gebed, geven van almoezen, vasten en naar Mekka gaan. Joden zien verwantschap met de vijf boeken van de Torah en tevens zien ze een overeenkomst met de vijfde letter van het Hebreeuwse alfabet, de klank He. Dit teken, deze letter, wordt door de Joden gebruikt als een aanduiding voor God. Er is een mooie verbinding tussen de hand van God en het getal 5. Het verwijst naar goddelijke tussenkomst, naar het handelen van Yahweh God en naar daarop volgende veranderingen, of horen we te zeggen, nieuwe plannen. De hand van God vormt mensen, geeft mensen inzicht en zet mensen op een juiste koers. De hand van God kunnen we ervaren als een godservaring, een moment van openbaring, waarin God zich aan ons te kennen geeft. God laat het werk van zijn handen niet los. Daar mogen we op vertrouwen. Wat vaak blijkt is dat de wegen van Yahweh God niet altijd overeenstemmen met wat wij denken dat onze wegen zijn.
ook al zien we onszelf als bondgenoten van Yahweh God, een medewerker, een medeschepper, uiteindelijk horen we te erkennen dat we niet altijd het handelen van Yahweh God begrijpen. We kunnen met ons menselijk verstand onmogelijk omvatten waartoe Yahweh God allemaal in staat is. Hoe dan ook, onze tijden, ons leven bevindt zich in de handen van Yahweh God. Zie Psalm 31, vers 16. Kunnen we dit voorstellen voor onszelf? Ons hele leven, met alles wat geschiedt of ons overkomt, vanaf onze geboorte tot aan ons sterven, zelfs in ons overgaan en in alles wat ons daarna overkomt. Onze goede en slechte tijden, onze momenten van grote levensvreugde of intens diep verdriet, alles, werkelijk alles, is gelegen in Gods hand. Alles wat we hebben meegemaakt en doorstaan, alles wat we zijn, wat we hebben beleefd en ervaren, wordt gedragen en omvat. Niets van dit alles gaat verloren. We mogen onszelf dan ook veilig voelen, veilig wetend ten allen tijden, wat er ons ook overkomt. We zijn nimmer of nooit alleen, nooit in de steek gelaten, nooit aan ons lot overgelaten. Ook al kan het in momenten wel zo voelen. Of dit nu is, omwille dat we zelf de deur naar het goddelijke sluiten, of omwille dat de goddelijke aanwezigheid voor ons aanvoelen versluierd is. Het is ook niet zo dat omwille dat we in Gods hand geborgen zijn, dat we ontsnappen aan ellende, pijn, verdriet, teleurstellingen, dat ons aardse bestaan met zich meebrengt. Nee, we hoeven onszelf niets wijs te maken. Het leven kan immers best heel erg heftig en moeilijk zijn in momenten. Wij zelf en of andere mensen om ons heen kunnen oorzaak zijn van heel veel lief en leed. We kunnen getroffen worden door een vreselijke ziekte, harde, ontstellende en uitdagende omstandigheden. We kunnen lijden door rouw om verlies, de ervaring van het zichzelf afgescheiden voelen. Het kan dan ook heel bevrijdend zijn voor onszelf om ons te herinneren dat we, ook al lijkt en voelt het zo op het eerste zicht, we niet aan ons lot worden overgelaten, dat we onszelf niet verlaten hoeven te voelen, dat de tijden, getijden, de eb- en vloedmomenten van ons leven uiteindelijk niet alleen bepalend hoeven te zijn voor ons leven. Soms kan ons leven onderhevig zijn aan storm en donkere onweerswolken, waardoor we Gods hand niet altijd kunnen voelen en we onderhevig zijn aan het bewandelen van wat voor ons een onbegrijpelijke weg lijkt te zijn. Soms kan het zo ernstig voelen dat we zicht verliezen op wat daadwerkelijk is. Mogen wij op zo'n momenten toch kunnen beleiden vanuit een diep geworteld geloof en vertrouwen: onze tijden zijn in Gods hand. Blijven we onszelf, onze handen toewijden aan het samenwerken met onze God en helpen we mee vormgeven aan zijn, haar goddelijke mysterieuze werkzaamheid en aanwezigheid op onze blauwe planeet. Er is zoveel moois dat ons wil laten zien dat niets zomaar gebeurt, dat goddelijke leiding alom verweven is doorheen ons menselijk levensverhaal. Zijn wij ons ervan bewust dat we onszelf in een 5 jaar bevinden? Hier is wederom het getal 5. Bijzonder toch? Als we het jaargetal 2021 optellen, 2 plus 0 plus 2
plus 1 vormt het samen het getal 5. Wat een prachtig toeval en synchroniciteit. Hier ga ik graag nog even dieper op in. Dit in een andere video. Houden we intussen hoop, perspectief met zicht op toekomst, vanuit het beleven van deze avontuurlijke joyride, die ons dit en nog zoveel meer wenst te vertellen. Ben je nieuwsgierig wat dit voor ons kan betekenen? Dan hoop ik jou in een volgende video terug te ontmoeten, om samen met jou te verkennen wat het ons nog meer te vertellen heeft. Ik wens jou ook ruimte te geven voor je heel eigen specifieke en persoonlijke ziens- en denkwijze. Ik sta open voor interactie, om te lezen wat het bij jou teweeg brengt. Mag deze filosofische joyride bijdragen om een kritische en bevragende blik te hanteren, als ook ons allen helpen om voorbij de oppervlakte van gebeurtenissen te zien, waardoor we opgetild kunnen worden tot het verkennen van nieuwe hoogten, nieuwe horizonten. Ik dank je graag voor jouw tijd en wens dat we in de toekomst nog meer tijd samen kunnen doorbrengen, terwijl we de tekenen van deze mysterieuze tijd, waarin we ons bevinden, ruimte geven om tot ons te spreken. Namaste.